Ik leer in de praktijk de basisdingen. Tijdens de opbouw pijpen aanleggen, dus door te buigen en alles. Daarna de kabels erin te trekken, dan alles op zijn plek brengen en daarna gaan wij afmonteren en als eindfase dan zetten we lampen en maken we stopcontact af. Ivar is nu op het moment bezig met eerste monteur. Dus dat wil zeggen dat hij alle grondbeginselen gaat leren in de praktijk. Zoals je hier op tekening kan zien staan we bij deze muur. Alle wandcontactdozen die we zien gaan via de kabelgoot naar een centraal punt. Ik vind het heel belangrijk om kennis door te geven. Mede omdat dat de toekomst is van de volgende generatie. Ik ben zeker blij met Jan. Hij helpt mij op momenten als ik het niet weet. En daar ben ik wel blij mee. In het begin had ik heel veel moeite met het lezen van een tekening. Maar stukje bij beetje komt dat er steeds meer bij. En nu ben ik al redelijk op weg. Dus ik kan de tekening al aardig lezen. Ja, het is echt een jongen die nog kort in de bouw zit. Maar goed, daar zijn we op ingesteld. En we willen hem naar een hoger niveau zien te brengen. Dus als hij goed zijn best doet en dat doet hij op het moment, dan komt dat zeker goed. Je moet vooral je hele leven willen blijven leren, al wil je dit vak doen. Want het verandert constant door. Ik vind het heel gezellig om te werken als we met z'n allen aan het werk zijn. En ik ben met iemand aan het werk en er staat muziek op en je bent lekker bezig. En af en toe maak je ze een grap. Ja, dan kan het redelijk gezellig zijn. Mijn eigen toekomst. Ja, gewoon veel leren. Laat mijn best doen. En hopen dat ik gewoon dadelijk zelf op pad kan. Dat is een beetje mijn doel. Zitten we erin. Weer iets nieuws geleerd. Op naar het volgende.